Hallo, ik ben Christel. Ja, sorry, ik werd net. De camera deed het wel, maar ik werd gebeld aan de deur, dus ik heb de camera uit moeten zetten. Dus we gaan weer opnieuw beginnen met de vuurtekens: Ram, Leeuw en Boogschutter. In ieder geval van deze kaartjes eerst doen. Het onbekende. Wees niet bang voor het onbekende. Dit is een periode van indringende verkenning en transformatie. Onbekend terrein leidt tot nieuwe horizonten. Je wordt gestimuleerd om je vleugels te spreiden. Denk buiten de vastomlijnde kaders. Breid je blik uit. Verbeeld je de wereld in je hart. Omgeef hem met licht. En laat het zijn en het zal zijn. Inspiratie. Krijg een nieuw idee. Als een zachte fluistering in je hart. Luisteren en onderneem iets. Dit is de inspiratie van boven. Ja. Ja, zorg goed voor jezelf. Ja, neem misschien een bad. Ja, gezond eten. Sporten. Wandelen. Ja, fruit eten. Ja, zorg in ieder geval goed voor jezelf. Ja, hier staat oceaan. De diepe blauwe zee spreekt tot je ziel, zodat je ontspant en in evenwicht raakt. Toch is het best om daadwerkelijk naar de zee te gaan. Laat jezelf door haar kracht en schoonheid schoonwassen van alle zorgen en leed. Ja. Ja, dit is de prinses van winter. Nieuwsgierig, waarachtig, realistisch en ontactisch. Informatie die je kan helpen, maar die misschien ook moeilijk is om te horen. Vriendelijk de waarheid zeggen. Een indigo-kind of volwassene. Misschien heb je een indigo-kind. Of ben je zelf een indigo-kind of volwassene. Ja, deze prinses van de winter is logisch en realistisch, maar daardoor misschien soms lastig om echt contact met haar te krijgen. Ze houdt haar emoties meestal voor zichzelf. Ze kan ook scherp uit de hoek komen en spreken zonder erbij na te denken. Dan hebben we hier zelfreflectie. Ja, waarschijnlijk moet je ook meer naar jezelf kijken. Kijken hoe je zelf handelt in de situatie. Kijk eens vaker in de spiegel naar jezelf, waarom je zo handelt. Zoals je handelt. Hier zijn acceptatie. Bekijk jezelf en andere mensen door de ogen van engelen met onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Op deze manier zou je iedereen inspireren, meenemen naar zijn of haar hoogste vermogen. Ja, accepteer de mensen om je heen. Kijk met onvoorwaardelijke liefde naar de mensen om je heen. Ja, wees misschien niet zo scherp. Het zijn een beetje vurige tekens natuurlijk, Ram, Leeuw en Boogschutter. En hier staat ja, wijsheid. Ja, zoek de wijsheid in jezelf. Je bent de hoge priester hier ook. Je bent een wijs iemand. Vertrouw op je intuïtie. Uitvoerige overweging voordat je in actie overgaat. Inzichten die voortkomen uit meditatie. Ja, misschien een keertje vaker mediteren. Vertrouw dus op je intuïtie. En ja, overdenk goed voordat je in actie overgaat. En dit is beloon jezelf voor het harde werken. Vreugdevol en succesvol eigen baas zijn. Het koesteren van tijd voor jezelf. Neem tijd voor jezelf. Dit kan ook de vrijgezellenkaart zijn. Dat is de 9 van Pentacles. En dit is de 10 van Zomer, dat is de 10 of Cups. 10 van Bekers. Emotioneel vervullend leven met familie en vrienden. Kinderen liefdevol en verstandig grootbrengen. Mensen op wie je kan vertrouwen. Dat is de kaart van het gelukkig gezinsleven. Emotioneel vervullend. Dus ja, dit kan je allemaal krijgen. En je hebt misschien nog moed nodig voor een bepaalde situatie. Maar er zit ook een huwelijk aan te komen. Hier staat ook,
Het huwelijk is eenwording van twee zielen verbonden in liefde, wederzijds respect, verplichting aan elkaar. Het duidt op verlangens om de liefde wezenlijk te verdiepen. Je huwelijksdag is een getuigenis van wezenlijke overtuiging van de kracht van de liefde. Blaas voortdurend nieuw leven in die overtuiging en de liefde, mijn lief. Ja, je gaat misschien trouwen. Dus de vuurtekens. Ja, heb ook de moed om dat aan te gaan. Hè? Deze uitdaging van het huwelijk. En ja, je vertrouwt op je intuïtie en je wijsheid. En kijk vaak in de spiegel en wees niet zo scherp van tong soms. Denk even na eigenlijk als je wat zegt. En zorg goed voor jezelf. Ga naar de zee om dingen schoon te wassen. Goed, dat waren de vuurtekens. Dan hebben we hier de luchttekens. Allereerst, wees eerlijk ten opzichte van jezelf. Kijk in je hart en je zult de waarheid over deze situatie te weten komen. Het is veilig om de waarheid bij je binnen te laten, want wij zullen je op alle noodzakelijke veranderingen ondersteunen en begeleiden. Zoek bij ons naar de steun om de moed te verzamelen en de kracht om goed voor jezelf te zorgen, richt je alleen maar op je werkelijke verlangens en ze zullen op engelenvleugels aan je verschijnen. Dus oh ja, het is een mooie kaart, hè? Wees eerlijk ten opzichte van jezelf. Ja, kijk in je hart en je zult de waarheid over deze situatie te weten komen. Het is veilig om de waarheid bij je binnen te laten. Want we zullen alle noodzakelijke veranderingen ondersteunen en begeleiden. Ja, hartstikke mooi. Grond jezelf ook, staat er. Wanneer je het gewaar worden van je lichaam en de fysieke wereld bent kwijtgeraakt, ben je niet goed gegrond. Hoewel het misschien plezierig is om te zweven, is je aandacht en je werk hier op aarde nodig. We helpen je om spiritueel en materieel in evenwicht te blijven, zodat je met volle teugen kunt genieten van je aardse leven. Ja, ja, misschien ben je een beetje zweverig type, maar aard jezelf zodat je weer meer in verbinding met de aarde bent. Dat is de prinses van de zomer, zachtaardig, gevoelig, vriendelijk en onervaren. Een nieuwe relatie of emotionele ervaring, uitnodiging voor sociale gebeurtenissen, een meelevende vriend waar je zorgen mee kunt delen. Ja, dat kan misschien de nieuwe relatie zijn, die meelevende vriend. Ja, er staat ook laat het verleden los. Ja, waarschijnlijk moet je iets loslaten. Een einde dat de weg vrij maakt voor mogelijke nieuwe mogelijkheden. Tijd om verder te gaan. Ja, dat kan die nieuwe relatie natuurlijk zijn, hè? Een meelevende vriend waar je zorgen mee kunt delen. Ja, en misschien heb je heel veel compassie voor elkaar. Misschien heb je ook heel veel compassie voor andere mensen om je heen. En je weet het eigenlijk al. You already know. Vertrouw in jezelf. Je weet het antwoord al. Je weet wat je moet doen om vooruit te komen. Vertrouw op je eigen intuïtie. Ja, dat heeft misschien te maken met dat loslaten. Laat het verleden los. Je weet al wat je moet doen eigenlijk. Het verleden loslaten, hoe moeilijk het ook is. Zodat er weer een vrijgemaakt voor nieuwe mogelijkheden. Tijd om verder te gaan. Ja, misschien dan om die nieuwe relatie in je leven toe te laten. Of die nieuwe emotionele ervaring.
Ja, beloon jezelf. Je hebt de laatste tijd een heleboel van jezelf gegeven. Nu is het moment om te gebruiken dat jij iets krijgt. Neem tijd om jezelf op een zinvolle manier te belonen. Dit is evenwicht brengen van ontvangen. Is geven en ontvangen is essentieel om je voor je energie, je humeur en je motivatie voortdurend op een hoog niveau te houden. Dus ja, beloon jezelf. Want je hebt heel veel gegeven van jezelf. Het is dus tijd dat je zelf iets geeft. Of neemt, bedoel ik. Tijd om jezelf iets te geven. Dus ja, beloon jezelf dus. Zodat het een beetje meer in evenwicht is. Ja, dit is verandering. Er komt veranderingen. Ik denk dat je dingen gaat loslaten. Hier staat ook kostbaar geschenk. Vriendschap, familie en liefde zijn kostbare geschenken. Verlies ze niet uit het oog. Middenweg. Accepteer beide kanten. De middenweg leidt meestal naar een evenwichtig, vredig leven. En presentaties. Neem de tijd om na te denken over wat je tot nu toe hebt bereikt. Het is vaak gemakkelijker om te vergeten waar je bent begonnen en hoe ver je al bent gekomen. Erken de bijzondere reis die je leven is en wees dankbaar ervoor. Je hebt al veel bereikt in je leven. Dit is de 6 van winter. Er komen positieve veranderingen aan. Een welkome verlichting na moeilijke tijden. Reizen of van standplaats veranderen. Jij gaat misschien reizen of je gaat misschien verhuizen. Daar komen positieve veranderingen aan. Een welkome verlichting. Kijk, je volgt het licht. Want ik heb hier ook een kaart van verlichting. Dat is heel mooi natuurlijk. Voor de luchttekens, waterman, tweelingen en weegschaal. Geloof in jezelf. Je bent zoveel meer dan je denkt te zijn. Heb geduld. Er is een plan dat zich voltrekt. Deze kaart staat voor verlichting. En geef aan dat je op heldere en opmerkelijke manier een tijd van expansieve transformatie ingaat. Vertrouw op dat de veranderingen die voor ons liggen voor het grote goed zijn, want dat zijn ze zeer zeker. En dan 6 van zomer, kinderen of de kindertijd, het terugkeer van mensen of liefdesrelatie uit je verleden. Gebeurtenissen, positieve of negatieve, staat er nou, gebeurtenissen anders herinneren, ja, het staat een beetje lastig geschreven tussen bloemetjes, positieve of negatieve, dat ze feitelijk waren, dan ze feitelijk waren. Dus kinderen of kindertijd, dat ze terugkeer van mensen uit je verleden. Ja, je kan, dit is ook 6 van cups, bekers 6, dat zijn kinderen, ja, vorige levens. Je kent deze persoon waarschijnlijk uit vorige levens. Die komen dus terug in je leven, mensen uit je kindertijd. Dus ja, het kan ook zijn dat je innerlijk kind moet helen. Maar waarschijnlijk, ik denk dat het te maken heeft met die nieuwe positieve veranderingen. Met die relatie waarschijnlijk die terugkomt in je leven. Kan iemand zijn dus, nieuwe relatie die je al heel lang kent uit vorige levens of uit je kindertijd. Ja, dit was mijn reading, de luchttekens. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!